Nasser, allereerst gefeliciteerd met 3 punten. Je hebt een abonnement op scoren tegen Sparta. Ja, klopt. Wat is het? 2-2? Ja. Deze was minder mooi als vorig jaar, denk ik. Ja, die andere was een stuk mooier inderdaad, ja. Toch even naar de wedstrijd zelf. Eerst al was het heel moeizaam. Heel moeizaam. We verloren elke tweede bal. Zo goed als elke tweede bal verloren we. Zaten we niet goed kort bij. Waardoor Sparta een beetje in het spel kwam. Maar als je weer kijkt, de tweede helft doen we het weer oppakken. Creëren we 5-6 hele goede kansen om zelfs meerdere goals te maken. Maar goed, persoonlijk was het geen goede wedstrijd van mij. Vandaar, natuurlijk ben ik blij met je en je scoort een goal. Maar ergens van binnen ben ik niet tevreden vandaag. Ik denk dat je met name niet tevreden bent over de mogelijkheid die je krijgt om ook andere instellingen te brengen. Ja, het gaat niet zozeer net als toen Edouard Duplan bij die loopactie van mij, dat ik hem misschien af kan leggen op Melvin, die goed meeloopt. Dat moet ook gebeuren, maar het was een beetje tekenend voor mij vandaag. Wat heeft de trainer in de rust jullie meegegeven voor de tweede helft? Ja, die heeft ons wel even aardig op onze kop gegeven. Ik denk dat wel heeft geholpen als je de tweede helft ziet. Vond je het ook terecht dat jullie op je kop kregen? Ja, zeker terecht. Nogmaals, persoonlijk, als ik zelf niet goed in de wedstrijd zit, dan vind ik alle kritiek terecht. En dat was het vandaag. Sparta probeerde natuurlijk nog met man en macht die 1-1 te scoren. Heb je nog angst gehad dat je 1-1 viel? Nee, niet echt. Tuurlijk, ze werden een beetje opportunistisch. Volgens mij kwam er nog een spits in. Liepen ze daar met 3 man voorin. Maar goed, echt in gevaar kwamen we niet. Ik had niet echt het gevoel. Ik had eerder het gevoel dat wij de tweede maakten. Misschien ik iets zorgvuldiger bij de bal die ik van Duplan ook weer meekreeg. Waardoor ik hem terug wilde kappen. Misschien had ik eerder moeten schieten. Maar goed, hij is binnen. Het was de derde wedstrijd in ruim 6 dagen. Voel je dat nog? Dat het echt een zware week geweest is? Ja, dat voel je zeker. Helemaal leek. Ik ben een loper. Ik maak veel kilometers. Volgens mij is het per wedstrijd 12, 13 kilometer. Dus... In 7 dagen is dat een hoop, ja. Maar goed, nu het is lekker dat je hem dan winnend afsluit. Een goede week. Ajax pak je gewoon een verdienstelijke punt tegen gezien de tweede helft. Feyenoord ga je met de kopjes naar boven, ga je onderuit. En vandaag pak je die 3 punten. Dat is waar het om draait tegen Sparta. Tot slot, iedereen verwachtte van tevoren eigenlijk de 3 punten. Geeft dat nog extra druk? Of speelt dat, geeft dat nog extra druk? Want iedereen gaat er normaal gesproken vanuit dat je je thuis wint van Sparta. Ja, dat is wel, dat is helemaal niet zo, want uiteindelijk moeten we het wel doen. Weet je, ook vandaag was het weer lastig als je weer kijkt naar de eerste helft. Maar goed, zo zitten wij er ook niet in. De trainer heeft daar ook echt op gehamerd. Je kan wel 2 goede wedstrijden spelen tegen de 2 beste clubs uit Nederland. Maar deze kan moeilijker zijn. En dat bleek ook eerste helft. En tweede helft, gassie erbij en dan winnen we de wedstrijd. Bedankt en succesvol vandaag tegen NAC. Reuze doder, hè? Ja, komt goed. Op naar Breda.